mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is alweer de 12e weekvlog. Ik zou zeggen, geniet ervan. Yay, een nieuwe video. Vandaag quiche, dus ik ga het even laten zien. Het outfitje van vandaag. Dat ziet er eigenlijk niet uit, maar het zit wel lekker. Dus ik ga hier lekker in rondwandelen. En het is weer opruimtijd. Ik ga vandaag niets doen, ook niet streamen. En vanavond heb ik een verjaardag, of nee, een housewarming. Dus de rest van de dag een beetje aanmodderen in huis. Zodat we fris het weekend in kunnen. Hallo, vandaag staat de MSI Hunt op de planning en ik ga jullie lekker meenemen. De lichting is niet helemaal oké, maar we zijn aangekomen in Amsterdam. Op dit moment weten jullie niet dat ik in Amsterdam ben, maar op jullie moment heb ik dus al gezegd dat ik in Amsterdam ben. Dus dit is allemaal al gebeurd, maar voor mij op dit moment nog niet. Super leuk van MSI. Die doen ieder jaar een MSI Hunt. Dan doen ze eerst allemaal mini-hunts. Dit is dus ook een mini-hunt. Dan gaan hun influencers of hun samenwerkingen, de mensen die ze sponsoren, gaan op hun kanalen delen. Kleine hints. En als je dan goed oplet, dan weet je in welke stad degene zal staan. En dan moet je diegene vinden en dan krijg jij een dikke prijs. Dat is dus vandaag en voor mij is dat in Amsterdam. Om 11 uur ga ik live hier vanaf mijn telefoon. En dan komt de winnaar mij zoeken. En soms duurt dat 1 minuut, soms 5 minuten. Maar ik heb het idee dat nog niemand weet waar ik ben. Dus het zou vandaag wel eens wat langer kunnen duren. Maar ik heb er heel veel zin in. Dus ik dacht, dit ga ik weer gewoon gezellig vloggen. Nou jongens, we zijn inmiddels gevonden. Ook door Sumi, maar die was net iets te laat. Beetje jammer, hè? Ja. Maar het was wel echt heel leuk. We hebben er 40 minuten over gedaan, wat echt een record is. We hebben veel van Amsterdam gezien. Ja, we hebben echt gewoon rondgelopen zonder het plan. En dat maakt het heel moeilijk voor ons, voor de rest om ons te vinden. En het meisje dat ons uiteindelijk gevonden had, die was al vanaf minuut 1 aan het zoeken. Op een fiets. Op een fiets, maar ze heeft er toch 40 minuten over gedaan. Dus het was een geslaagde hunt, vind ik wel. En nu gaan we even wat eten met z'n drieën. We zitten in het treintje van Amsterdam naar Utrecht. Ik ben nog steeds met Sumi, want die... Oh, het is blurry. Ja, met Sumi. Want Sumi moet naar school in Hilversum, dus dan moeten we via Utrecht. Dus dat is gezellig. Alleen dadelijk vanaf Utrecht moet ik een andere trein. En ik hoop dat ik geen pech heb, want in Geldermalsen is er wat aan de hand. En Culemborg is net het station voor Geldermalsen. Dus ik hoop
dat hij gewoon naar Culemborg rijdt zonder problemen. En anders wordt het een uitdaging om thuis te komen. Goedemorgen! Het is vandaag mijn moeders verjaardag. En ik begin de dag goed, want ik ga mijn haar verven. Dat is echt nodig. Ik heb echt een hoopje stro op mijn hoofd. Het gaat geknipt worden, het gaat geverfd worden. Het wordt in ieder geval top. En ik ga het weer lekker filmen. Ik heb er zin in. Eerst ga ik even mijn tank volgooien. En even wat contant geld halen. Zodat ik de kapper kan betalen. En dan gaan we op pad. De maand van de meevallen. We zitten in de verf. In de folies. Ja, ja. En dit zijn lowlights. Dus het wordt een stukje donkerder dan dat het is op het moment. En we gaan daarna een toning eroverheen maken met een beetje lila erin, zodat het gele een beetje uit mijn blonde plukken gaat. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Yo, we zijn klaar jongens. Het is een stuk donkerder. Ik heb nu geen make-up op, dus het oogt ook meteen een stuk volwassener. Maar ik ben zo blij met de kleur. Het was helemaal geel aan het worden. Nu zit er gewoon weer een mooi beige kleurtje aan. Beetje donkerder. Ik heb een bescheiding in het midden vandaag. Ja, ik vind het mooi. Het is wel wat volwassener. Dat sowieso. Hi jongens. Ja, hey, bye. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Nee, dit is geen nieuwe video. Maar het is vrijdag. En vrijdagavond betekent vaak weekend voor heel veel mensen. Zo ook voor Le Boyfriend, voor Nicky. En ik had beloofd dat we... Of nou ja, we hadden een beetje afgesproken van laten we wat gaan doen. Dus we gaan kijken bij de vader van Nicky. Die moet tennissen en vervolgens gaan we naar de bios. Dus er staat eigenlijk een heel leuke avond op de planning. En ik dacht, weet je wat, het is misschien wel een keer leuk om de date night te filmen. Doe ik nooit. Want meestal denk ik, nou ja, geen zin. Maar ik ga proberen om het vanavond allemaal te filmen. En ik ga jullie gezellig meenemen dus. Mag jij mee op date night? Nee hè. Het is alleen Nicky en Mattia. Geen Nagini. Sorry. Nou, we zitten in de auto. Ik heb, dit betekent date night, hè? Als ik mijn, hoe heet dit? Ja. Jewelry. Hoe heet het nou? Sieraden om heb. Dan is het zover. Nicky is ook mooi, maar dat mogen jullie niet zien. Die hou ik lekker voor mezelf. En we gaan nu naar de tennisbaan. In de auto. Ja, dat kunnen we wel fietsen, maar we hebben nog maar één fiets. Dus dat is niet zo prachtig. Binnenkort twee. Ja, binnenkort hebben we er twee. Dus we kunnen morgen. Dan ga ik morgen even halen. Morgen gaat hij ervaren. Ja, ik heb morgen de hele dag tennis dinges. Maar dan begint ons date night. Ik heb inmiddels ook de kaartjes gereserveerd. We gaan naar Fast and the Furious. Want daar wilde Nicky graag heen. En dat is ook, vind ik ook wel leuk. In de bios vind ik dat altijd wel leuk films om te kijken. Maar we konden alleen om 9:30. Dus best wel laat. Maar ja, het is vrijdagavond. En voor deze opa en oma. Ja, echt hè. Ja, ik moet morgen wel redelijk vroeg op om te tennissen. Om 10:00. Nou, 10 uur, nee, auto op man. Voor een zaterdag. Gênant, vertoning. Ja. Maar goed, we gaan lekker daten. Mooi bal, ja. Nachos voor mij, zoet-zout mix voor Nicky en allebei een colaatje zero erbij. Lekker! We zijn weer thuis. Het was echt een hele leuke film. Ik vond hem echt super leuk. Wat ik niet verwacht had van tevoren, want ik wilde nog stiekem in de camera fluisteren dat ik voor Nicky naar Fast and the Furious ging. Maar ik vond hem heel erg leuk. Het had alleen niet zo heel veel meer met Fast and the Furious te maken. Er zaten niet echt heel veel race scènes in. Maar voornamelijk veel vechten en actie. En het was echt een heel leuke film, vond ik. En ik heb nu, ik weet niet of Nicky ook pijn in de buik heeft. Maar ik heb echt super pijn in de buik. Want ik heb echt veel te veel nachos op. Dus ik ga gauw naar bed. Dan voel ik het niet meer. Wel trusten. Oh, ik ruik hem.